Niet doen. Wat wij eigenlijk willen is een hondenspeeltuin voor onze honden in Wieringenwerf. Want ze mogen eigenlijk nergens los. Want wat wij nu doen is hartstikke in de overtreding natuurlijk. Ze mogen nergens los en nou ja, die honden die moeten toch kunnen spelen. Kun je eens uitleggen waarom is het zo belangrijk voor de honden om, nou ja, om zo te kunnen spelen? Ja, dit is natuurlijk eigenlijk het allerbelangrijkste dat een hond sociaal is. Want we hebben hier echt heel veel leuke sociale honden in de buurt. Denk ik ook, omdat heel veel mensen dus inderdaad stiekem hun hond loslaten, zodat ze lekker kunnen spelen. Het hondenlosloopverbod zit die ontwikkeling in de weg. De hondenbaasjes hopen daarom samen met de gemeente een veldje te vinden. Maar makkelijk gaat dat niet. Er zijn eigenlijk wel heel veel plekken zoals dit met een mooi veldje. Maar daar zijn wel vaak zeg maar, de achtertuinen van mensen die eraan grenzen. En de gemeente wil eigenlijk niet zeg maar, dat wij daar de honden gaan uitlaten. Omdat ze bang zijn dat we dan bij iedereen toestemming moeten vragen. En dat er dan mensen nee gaan zeggen. Maar er zijn zat mooie plekken in Wieringenwerf. Echt zat. Mocht het nou niet lukken met een publiek veldje, dan hopen de hondenbezitters op een particulier met een groot dierenhart en een stukje grond. Maar wel in de directe omgeving van Wieringenwerf natuurlijk. Dan, maar het, ja, als het niks kan in Wieringenwerf, ja, dan moeten we het daarbuiten, een beetje daarbuiten zoeken misschien. Kun je eens beschrijven, wat hebben jullie voor ogen? Hoe moet het eruit gaan zien? Wij zouden het leuk vinden om daar bijvoorbeeld een heuvel te hebben waar ze overheen kunnen. Een oude rioolbuis van de gemeente waar ze doorheen kunnen. Dat je gewoon een afgesloten stukje hebt waar je eigenlijk gewoon veilig met je hond bezig kan zijn.